Hallo, hallo. Welkom bij mijn allereerste FEM-video. Hartstikke leuk vind ik het. En wat ik ook heel leuk vind is dat jij op deze video hebt geklikt. Dat betekent dat je mij beter wil leren kennen. Nou, daar ben ik in ieder geval heel vrolijk om. Ik wil jullie eigenlijk ook wel graag beter leren kennen. Want ik ben vooral benieuwd wat je hoopt te vinden hier op FEM. Waar kunnen we je mee helpen? En daar proberen we met alle meiden een beetje op in te spelen. Dus als er bepaalde onderwerpen zijn waarvan je denkt, hey, daar wil ik meer over weten, laat het ons weten. Deze eerste video is een beetje anders dan anders, want die gaat over mij. Ik stel me graag aan jullie voor. Ik vertel jullie wie ik ben, wat ik doe. Wie ik ben en wat ik doe, hè? Dat zijn twee verschillende dingen, maar heel veel mensen zien het als hetzelfde. Maar wie ben ik? Nou, ik ben dus Sanny Verhoeven. Ik woon in Amsterdam. Dit is mijn huis, mijn woonkamer, dit is mijn keukentafel. En ik ben sinds een jaar bezig met mijn eigen YouTube-kanaal. Sanny Zoekt Geluk heet het. Hoewel mijn kanaalnaam heet gewoon Sanny Verhoeven. En ja, ik wilde gewoon heel graag video's maken over geluk. En niet dat ik nou zo ongelukkig was, maar over mijn persoonlijke weg naar geluk. Want ik ben voor mijn werk best wel veel afgewezen in het verleden. En ik probeerde heel erg hard het één te doen. Maar ondertussen kwam van de andere kant kwamen er... ik zal even wat specifieker zijn. Ik wilde heel graag acteren. En ondertussen kwamen er allemaal presentatieklussen langs. Die zag ik bijna niet. En ik heb daarvan geleerd dat je soms beter moet opletten wat voor tekenen er in je leven voorbij komen. En die moet je pakken. Je moet de kansen grijpen. En toen ben ik een hele zoektocht begonnen in mijn eentje. Ik ben allerlei coaches gaan bezoeken. Ik ben naar seminars geweest. Ik heb honderden zelfhulpboeken gelezen. En ik ontdekte steeds meer dingen van, hey, dat helpt me om zelfverzekerder te zijn. Dat helpt me om mijn doelen beter te bereiken. En dat vertelde ik eigenlijk aan mijn vriendinnen en die vonden dat hartstikke leuk. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik hier niet, ik was toen al presentatrice, waarom zou ik hier niet een programma over maken? En daar is Sanny Zoekt Geluk begonnen. En ik doe steeds een interview met iemand of ik geef zelf tips. En van daaruit heeft FEM mij eigenlijk ook gevraagd. Want ik ben geen vervanger voor Masha. Dat blijf ik maar gewoon zeggen. Ik zou niet eens een video over make-up kunnen maken, denk ik. Maar het was wel het geval natuurlijk dat Masha hartstikke druk is. En ze wilde met FEM en ook Masha, ze wilde een beetje een andere kant op gaan. Wat meer vrouwen helpen, het leven makkelijker maken. En wat minder beauty, want dat doet iedereen al op zijn eigen kanaal. Dus ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat FEM nog een extra toegevoegde waarde krijgt. En toen hebben ze dus kennelijk gedacht, nou, dan gaan we Sanny vragen. Dus dat vind ik nog steeds heel erg leuk. En wat kan ik nog meer over mezelf? Oh ja, ik heb een vriend. Ook wel leuk. Ik heb nu een relatie van 3,5 jaar. Gaat heel goed. En ik woon hier samen. En wat doe ik? Ja, ik zei het net al een beetje. Ik ben presentatrice en actrice en model. En voice-over. Ik doe van alles. Ik ben een onderneemster. Ik wilde eigenlijk altijd actrice en presentatrice worden, al van jongs af aan. En ik ben daarom ook na de HAVO heb ik toneelopleidingen gedaan. Eerst een vooropleiding en daarna verschillende acteeropleidingen. In totaal zo'n 4,5 jaar. En uiteindelijk ook een opleiding tot uitvoerend theatermaker. En toen ben ik eigenlijk gaan acteren. Ik speelde al naast mijn school, speelde ik al in series. Onder andere Nachtegaal en Zonen. Een serie waarin ik een hockeymeisje speelde. Werd uitgezonden op de KRO en bij RTV Utrecht. En ik heb 4 maanden gespeeld in Onderweg naar Morgen. Mijn eerste rol ooit was trouwens voor Goede Tijden, Slechte Tijden. Speelde ik 5 afleveringen. Julie heette ik. En ik ging toen de relatie van Milan en George verpesten. Nou goed, ik zal jullie de details besparen. Anyways, ik heb geacteerd. Ik heb in verschillende series gespeeld. Wil je dood of zo? Ik zie je nog niet, joh. Moet je mijn nummer hebben? Voor de verzekering? Ja, dat was ontzettend leuk en daar wilde ik ook meer mee. Alleen ja, er zijn natuurlijk niet heel veel vrouwenrollen in Nederland voor al die actrices. En op een gegeven moment had ik best wel vaak dezelfde rollen de hele tijd. En ja, dat vond ik gewoon een beetje jammer en er was natuurlijk niet zoveel werk. Dus toen kwam gelukkig ook steeds meer het presenteren kwam langs. Dat ging eigenlijk veel meer vanzelf. Maar dat wilde ik gewoon nog niet zo zien, want ik had een beetje een bord voor mijn kop. Want ik was alleen maar gefocust op dat acteren. Dus zo zie je maar, hè. Nou ja, goed. En eigenlijk sinds een paar jaar heb ik nu besloten om me volledig toe te richten. Oh god, ik weet het niet meer. toe te leggen op het presenteren. En dat gaat heel goed. Op dit moment presenteer ik heel veel bij RTL. Ik doe
een nieuw programma. Dat komt in januari uit. Het heet Kampeer TV, een soort camping live. Ik presenteer voor RTL Lounge. Dat is het digitale kanaal van RTL. En daar wordt ook Sony Zoekt Geluk uitgezonden. Ik presenteer ook Go Cycling, een fietsprogramma voor RTL. En ik mocht deze zomer mijn eigen reisprogramma opnemen in Frankrijk. Dat kan je op mijn blog allemaal wel zien. Dus ja, dat zijn dingen die ik op dit moment heb gedaan. En veel meiden van YouTube, die kennen me ook wel van schooltv. Want die krijgen mij in de klas. Dat is wel heel grappig. Want dan zien ze me heel anders. Dan heb ik een witte jas aan met een bril op. Want ik doe ook een natuur- en scheikundeprogramma. Of deed ik. Kernpunt. Dan ging ik allemaal proefjes doen en zo. En Rondje Nederland, een ander programma wat ik heb gedaan. Heel leuk. Ondertussen laat ik wel even wat beelden zien. Dus het presenteren gaat heel goed. En daarnaast doe ik modellenwerk. Nou, dat is in het kort wie ik ben. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En als je vragen hebt, laat ze me vooral weten. En tot over een week. Doeg!